Veilig en plezierig uitgaan en ruimte geven aan het uitgaanspubliek en hulpdiensten in het smalle deel van de Oude Straat. Dat is het doel van de campagne die op 7 maart 2015 van start ging in het uitgaansgebied van Kampen. In het smalle gedeelte van de Oude Straat zorgen de vele geparkeerde fietsen tijdens het uitgaan regelmatig voor overlastsituaties. Gemeente, politie, horeca in Kampen en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid hebben de handen ineengeslagen voor het verhogen van de veiligheid van het uitgaanspubliek. Aan wijkagent Becker de vraag hoe groot de overlast is in de Oude Straat. Nou ja, die is soms best wel groot. Als je het nou zegt over overlast, ja, we plaatsen het nu over overlast. Kijk, mensen gaan gewoon stappen en die willen graag een fiets daar kwijt. En die zetten hun fiets daar neer. En denken eigenlijk niet na over wat het effect heeft van zo'n hoeveelheid fietsen. Als het gaat om het verkeer, zeker politie, overige hulpdiensten die daar eventueel langs moeten. Dat soms heel nauw wordt en heel krap wordt. Het kan soms ook gevaarlijk zijn in de vorm van hoe we ons werk doen daar. Dat je toch niet veilig kan werken omdat je misschien achterover tegen een fiets aan valt. Nou, er vallen ook heel veel fietsen om als we daar s'avonds zijn en we kijken daar naar het uitgaanspubliek. Dan gaan er meerdere fietsen om. Het is inderdaad een mooi initiatief om het vrij te houden. Ja. Gaat er in de toekomst verbaliserend, heet het dan netjes, opgetreden worden? Nee, dat gaan we nu nog zeker niet doen. We proberen nu eerst gewoon even op een dusdanige manier de boodschap te laten vallen. Dat mensen inderdaad denken van, nou ja, misschien is het inderdaad ook wel slim. En is het een stuk veiliger om de fiets hier niet neer te zetten. Kijk, als het moet, dan moet het. Maar nee, ik denk niet dat we die kant op willen. We willen het gewoon laten landen bij de mensen op een hele positieve manier. Zonder daar gelijk een bekeuring aan vast te knopen. Zijn mensen een beetje voor reden vatbaar, denk je? Jawel, jawel. Ja, ik bedoel, kijk, als je dat nu in het begin van de avond doet, kijk, dat moet je niet meer om 5 uur doen als iedereen al dik in de olie is. Maar maar nu zeker wel. Ik denk dat iedereen dat best wel oké vindt. Zelfs burgemeester Koelewijn offerde zijn nachtrust op om het nachtelijk uitgaanspubliek erop te attenderen de fietsen tijdens het stappen elders te parkeren. Aan hem de vraag hoe de gemeente Kampen de veiligheid van het uitgaanspubliek denkt te gaan verhogen. Nou, we hebben al heel wat maatregelen getroffen, waaronder bijvoorbeeld een hele goede samenwerking met de horecaondernemers. Als u hier om u heen kijkt, dan zien we ook dat er portiers staan bijvoorbeeld. Betekent ook dat de horecaondernemer zelf ook het initiatief neemt wanneer er vervelende situaties zich dreigen voor te doen om contact te zoeken met de politie. We willen nu nog weer een stap verder gaan en we willen ook de omgeving veiliger maken, zodat de brandweer, ambulance en politie vrij snel ter plaatse kunnen zijn als zich incidenten zouden voordoen. Daar hebben we het fietsproject voor ontwikkeld. We staan nu op een vrij smal deel van de Oude Straat. Als u om je heen kijkt en u ziet overal fietsen staan, ze worden her en der neergezet, dan kunnen de hulpverleningsdiensten niet door. En vandaar dat wij nu proberen door de bezoekers hier van de mensen die uitgaan, om die gewoon netjes te vragen, wat zou je de fiets op een andere plek willen neerzetten, om die en die en die redenen. Dat hebben we vanavond gedaan en dat blijven we de komende tijd ook doen. En tot op heden merk ik dat heel veel bezoekers van het uitgaanscentrum bereid zijn om een fiets op een andere plek neer te zetten. En ik hoop dat dat in de toekomst zo blijft. Is deze actie eenmalig, alleen vannacht, of gaat het zich herhalen? Nou, vannacht hebben wij de start gemaakt, dus het wordt herhaald. Misschien niet helemaal op deze ludieke manier, zeg maar. Maar we zullen hen er vaker op gaan aanspreken. Maar wat ik eigenlijk ook hoop is dat het een gewoonte gaat worden. Dat men ook tegen elkaar zegt, waarom zetten we de fietsen niet gewoon op die andere plek neer? Zodat het inslijt, zeg maar. Dat is ook een onderdeel van de proef om te kijken, in plaats van allerlei dwang- en drangmaatregelen, van als je de mensen gewoon aanspreekt, uitlegt waarom je het vraagt, om dan te kijken hoe dat uitwerkt. Vanavond is men redelijk voor reden vatbaar. Stel dat dat volgende week niet meer zo is, gaat er dan verbaliserend opgetreden worden? Nou, ik stel natuurlijk vast dat het uitgaanspubliek al wordt aangesproken voordat men uitgaat. Dus als regel is men dan ook goed aanspreekbaar. Dan zet men de fiets ook gelijk op de goede plek, zeg maar. Op dit moment willen we vooral kijken hoe dit op een goede manier uitpakt.
Je kunt wel met strafmaatregelen gaan werken, maar dat doe je feitelijk. Is dat iets waarvan je er van tevoren vanuit gaat dat mensen zich verkeerd gedragen. En wij willen gewoon eens gaan proberen om het de mensen uit te leggen en te zien hoe men vervolgens het gedrag daarop afstemt. Hoe lang blijft u nog op de oude straat staan om mensen aan te spreken op hun gedrag? Nou, ik denk tot 2:15. Dus wanneer ik denk van er gaat meer publiek naar huis dan dat er binnenkomt. Dat zal voor mij het moment zijn dat ik zeg het is niet langer effectief meer. Maar zolang er mensen komen wil ik graag de mensen daarop aanspreken. Samen met de mensen die hier aanwezig zijn van Stadstoezicht, de politie, maar ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie. Die verschillende methoden toepast. Bijvoorbeeld in Hilversum, daar speelde het probleem ook. En daar heeft men een grote beamer neergezet. En dan hoopt men dat het publiek als gevolg van het lezen van de beamer dezelfde maatregelen treft. Dus ook een fiets op een andere plek gaat stallen. Dus zo wordt wetenschappelijk bekeken welke van de methoden het meest effectief zijn. En wij hebben ervoor gekozen, daar zijn we ook kampenaren voor. We kennen elkaar, we spreken elkaar gewoon aan en we vertrouwen erop dat het goed komt. Ook stadsomroeper Bertus Krabbe was opgetrommeld om de veelal jongere fietsers te wijzen op de gewijzigde regels. Stadsomroeper Bertus Krabbe, je hebt hier vanavond of eigenlijk vanmorgen al heel veel mensen aangesproken. Zijn ze een beetje voor reden vatbaar? Ja, dat verwondert me eigenlijk. Op het moment dat je ze aanspreekt en je vraagt of ze de fietsen verzetten willen, dan pakken ze de fiets op, draaien andersom en ze gaan hem wegzetten. Dus het valt mij eigenlijk mee. Het is ook wel nodig, als je zo om je heen kijkt, het zijn echt de nauwe stukken in de oude straat waar de overlast het grootst is. Dan moet je er gewoon als gemeente wat aan doen. Ja, in principe is dit natuurlijk een levensgevaarlijke situatie. Als je calamiteiten hebt, je weet, alles staat hier aan elkaar, stel dat de brand uitbreekt en een heleboel staat hier vol met fietsen, dan wil je niet weten wat er gebeurt. Dat zou je ook niet willen trouwens.